Ja. Voor film, waar gaat hij over? Of. Bij The Brandwagon werken we naast opdrachtfilms eigenlijk ook altijd wel aan een eigen project. Zo zijn we al een paar maanden bezig met een shortfilm over golf. Golf of golf, wie zal het zeggen. We zijn heel veel te vinden geweest op de golfbaan in Veendam bij de Compagnie. En waarom we dat doen, dat werken aan eigen projecten en hoe dat gaat en met wie we dat doen, dat zie je allemaal in deze aflevering. Eigen projecten, short films eigenlijk zoals wij het noemen. En daar kunnen wij onze eigen creativiteit in kwijt zonder de kaders van een opdrachtgever. Bijvoorbeeld bij onze golffilm hadden we een spontaan idee om een FPV-shot te gebruiken. En dat kunnen we dan gelijk ook uitvoeren. Dus we zijn gelijk heen gegaan en een uur later sta je op de golfbaan en heb je het shot. Dus op die manier kun je gelijk je creativiteit, wat je dan hebt, gelijk kwijt. Oké, we zijn vandaag weer op de golfbaan. Wat? Oké, we zijn nu vandaag op de golfbaan. We gaan een nieuwe scène filmen voor onze golffilm. De golffilm gaat over een jongen die golf uitprobeert. Zijn vader is ook golven geweest altijd en hij vond het eigenlijk altijd maar suf. Totdat hij het balletje van zijn vader vindt. Onze golffilm, Jochem en Ruben zijn ook van de partij. Het is lekker regenachtig, want we hebben nog geen regenachtige scènes. Dus we willen graag een regenachtige scène filmen. En dan een wider shot, dat hij gaat slaan. En dan halfweg een... Ja, precies. Ik had lange tijd last van best wel veel werkstress en er moest veel gebeuren, moest veel af. En op de duur dacht ik van, hey, ik wil gewoon iets maken, iets zelf maken, waar mijn hart naar uitging. En op dat moment was ik met Jochem heel veel aan het golven. Toen dacht ik, nou, dat is misschien wel heel tof om een film te maken over golf. Het grote verschil tussen een opdrachtfilm en een eigen project is dat een opdrachtfilm aan de voorkant al volledig is gescript. Een eigen project is juist het tegenovergestelde. We hebben eigenlijk een rode draad, een grove lijn voor het project, die hebben we uitgestippeld. En daaromheen hebben we tijdens het proces juist alle ruimte ingebouwd om alle kanten nog op te kunnen. Iets voor en dat zou dat wel kunnen zijn. En misschien ook wel dat John, die bij mij thuis uit zijn bed komt helemaal gebroken, dat hij daar nog ergens tussen zit in die struggle-periode. Of je gaat nu met me weer winkelen, of je gaat golven. Dan vraag je misschien af, waarom steken wij bij de Brandwagon nog zoveel tijd en energie in de fun projecten? Zoals bijvoorbeeld deze golffilm. Rekenen wij er stiekem een beetje op dat er binnen de golf scene nieuwe opdrachten uit gaan komen. Dus Nederlandse Golfbond, als jullie dit zien, geef ons een balletje. Of ik bedoel belletje. Die moet er niet op. De eigen projecten, de films die we maken, dat zijn eigenlijk ontzettende fun projecten. En het is een grote creatieve speeltuin waarvan je de sluitingstijd eigenlijk nooit kent. En die is er misschien ook helemaal niet. En dat maakt het zo leuk.